We rijden eigenlijk op dit moment bij ter hoogte van Lelystad. En we rijden in de stoet die onderweg is naar het Gelderse Stroe. Wat opvalt hier is dat het verkeer aardig door kan rijden. De trekkers hebben vooraf al gezegd, ze hebben niet gezegd van we gaan de snelweg op. Dat hebben ze dus wel gedaan. Ze rijden hier dus op de A6. Maar ze blijven wel met z'n allen netjes in een kolonne achter elkaar rechts rijden. En dat betekent dat het overige verkeer er gewoon langs kan. Het is dan even, ze hebben natuurlijk een klein beetje oponthoud. Want ja, er is dan maar één baan, rijbaan beschikbaar voor het overige verkeer. Maar het rijdt aardig door, moet ik zeggen. We hebben halverwege gereden. We hebben achteraan in de stoet gereden. Maar het rijdt dus wel door. Wat ik ook heb gezien, is dat de politie bij opritten het verkeer tegenhoudt. Het oververkeer dat wil invoegen, wordt tegengehouden. Ze willen dus niet hebben dat automobilisten tussen die trekkers komen te rijden. En ik begreep van een politiewoordvoerder op de landelijke radio dat hij had aangegeven. Dat doen ze voor de verkeersveiligheid. Ze willen dus voorkomen dat er ongelukken gebeuren door ertussen in te voegen. Is dus de hele stoet voorbij, dan is de weg weer vrij en laat de politie ook het verkeer weer invoegen. Juist, en je ziet dus dat het aardig doorrijdt waar jullie nu ook rijden. Merk je iets van het overige wegverkeer? Wordt er getuterd, duim omhoog, zoiets? Of andere vingers die omhoog gaan? Van het overige verkeer zie ik op zich niet heel veel. Wij stonden zelf net stil ook bij een oprit. En wat je daar ziet, het verkeer staat toch stil. Dus ja, men stapt uit de auto, gaat kijken, gaat fotograferen, gaat filmen. En ook wel zwaaien. En ja, dan zijn de boeren ook zo vriendelijk om te gaan toeteren. En ook vrolijk te gaan zwaaien. Dus ja, volgens mij gaat het vrij gemoedelijk ook in de file op de weg. Oké, want hoe snel rijden jullie nu? Ja, we pakken nu net de afrit bij Lelystad. Dus op dit moment staan we, is het niet heel veel harder dan 10 km per uur. Maar volgens mij, en ik kijk even heel snel naar mijn cameraman, volgens mij reden we toch net een gangetje van 50 tot 60 km per uur. Ja, ik krijg de bevestiging. Ja, toch 50, 60 km per uur reden we net. Juist, ja. Mooi. Nou, dan op weg naar Stroe voor de protesten. Arie Meijer, live vanaf de A6 bij Lelystad. Hartelijk dank.